Nederland College. Die hadden nog begin van juni, hadden ze begrepen, dat is een goede school, daar moet je naartoe, daar moet je inschrijven. Daar ligt jouw toekomst. En nu hoorden ze ineens, het Welland College gaat dicht. Je moet er vanaf. En je moet je inschrijven bij een andere school en daar ontstaat een loting. Dus eerst wordt het tapijt weggehaald en vervolgens word je op straat geschopt. De vraag is, wat is dan van waarde? Is het dan van waarde om een beetje voorzichtig je te gaan oriënteren bij alle bestuurlijke nadelen als je ermee bemoeit? Of is het van waarde dat je denkt, dit is niet rechtvaardig, ik sta op, ik kom in beweging en ik pak het aan. In mijn ogen tweede, er zijn best veel PvdA's die vervallen vaak in het eerste. Wat is mooi van lokale politiek, waar jullie voor gaan, is dat je vooral het eerste ook kan doen. Dat kan je ieder moment waarmaken. Als je onrechtvaardigheid tegenkomt, dan sta je op, dan treed je op, dan pak je het aan. Maakt niet uit wie de wethouder is, maakt niet uit hoe de verhoudingen zijn in het schoolbestuur, maakt niet uit wat de zeggenschap van jou formeel is naar die instituten toe. Het is oneerlijk, het is onredelijk en je staat op voor die gelijke kansen van die kinderen. Dat is hoe ik PvdA wil zijn. En hoe ik graag de Partij van de Arbeid zie. Wij bestaan, vorig jaar bestonden we 70 jaar. En de sociaaldemocratie heeft ontzettend veel tot stand gebracht. Daar ben ik apetrots op, maar jullie waarschijnlijk ook. Die verzorgingsstaat is er gekomen. Het homohuwelijk is gesloten. Ahmed Abu Taleb heeft kans gegeven, hartstikke goed en goed voor Rotterdam, om burgemeester daar te worden. Dat is heel snel gegaan in mijn beleving, omdat ik ben een kind van een moeder uit 1920, die helaas overleden, maar die kon de school niet afmaken. Die moest op de 11e moesten gaan werken op het land. Ik ben hier vlakbij geboren in Zevenhuizen. Ze moest spruitjes plukken. Vind ze nog steeds heel vies. Maar dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden, dat zij dus niet gelijke kansen kreeg. Maar die gretigheid, die heeft zij wel meegegeven om vooruitgang te boeken met elkaar. En dat vooruitgangsideaal, dat is ook een diep sociaal-democratisch ideaal. En dat is ook belangrijk om ons nu te realiseren, dat heel veel mensen weliswaar dat ideaal koesteren, of misschien sommige ouders niet, maar diens kinderen wel, maar die kans niet automatisch krijgen. En als ik kijk naar de opgaves voor de Partij van de Arbeid voor de komende jaren, zijn die heel groot. Omdat je, wat het je in het Verwaarderapport al is geschetst, die grote scheidslijn, zeg maar, die er ontstaat tussen rijk en arm en wit en zwart, jij zei het net in het filmpje, die scheidslijn die wordt alleen maar dieper en harder. Tussen oud en jong, groepen die tegen elkaar worden opgezet, verhitte koppen tegenover elkaar. En de buitenwereld wordt grimmiger. Oorlog en geweld, overal. En dan zie je, zeg maar, dat er een paar grote opgaven zijn voor ons als sociaaldemocraten. Eén, het creëren van nieuwe zekerheid voor mensen. Vlakbij waar ik ben geboren, in Zevenhuizen, werkte in de kassen vroeger mensen die waren lid van een vakbond en kwamen uit het dorp. Tegenwoordig is daar niemand meer bij een vakbond en komen de meeste mensen uit andere landen, maar niemand organiseert ze en ze moeten steeds voor minder werken en steeds minder zekerheid. De jonge mensen met een minder hoge opleiding uit mijn dorp, die krijgen niet meer de kans op een vaste baan, zoals velen misschien van ons dat wel hebben. En ieder mens wil uiteindelijk wat van zekerheid opbouwen in zijn leven, maar sommigen gaat het voor de wind, maken misschien een prachtige onderneming en ik hoop dat die super succesvol wordt. Anderen hebben veel meer moeite om het rond te krijgen, om zekerheid op te bouwen, om als jong iemand ook in Amsterdam te gaan wonen en een betaalbaar huis te kunnen huren of een hypotheek te kunnen betalen. En als wij als Partij van de Arbeid voor onze idealen willen staan, dan moeten we zorgen voor nieuwe zekerheid van mensen en ook kwetsbaar durven te zijn over keuzes waar wij zelf deelgenoot van zijn geweest. Mag ik er één noemen? De AOW vind ik dat wij hebben altijd gestaan voor zware beroepregelingen of na 40 jaar moet je eruit, maar dat lukt me niet. Op de een of andere bureaucratische manier. Dan kan je stilstaan bij die bureaucratische manier of je kan zeggen, dan zoeken we een andere weg. Want feit is en blijft dat sommige mensen naar de keel grijpt als zij weten, ik moet nog zo lang, maar kan ik het wel volhouden? Het is wel mooi dat het vanwege de bureaucratie A en B niet kan, maar zoek dan naar C. En wij moeten zoeken naar C. En datzelfde zit in de verbintenis tussen mensen. Het samen vooruitkomen. Ik zie de spanning in steden als Rotterdam. Ik merk het overal in de samenleving. Ik merk het in mijn eigen stad.
waar heel vaak mensen tegen elkaar worden opgehitst. En waar de PVV dat aan de andere kant doet en denkt soms aan de andere kant doet. Waar de oudere partij dat doet tegen de jongeren. En sommige jongeren ook weer makkelijk tegen de ouderen. Maar mijn diepe overtuiging is dat wij van de Partij van de Arbeid moeten ervoor zorgen dat we wat dat betreft samen vooruit komen. En op een moderne manier. Want die zeggenschapsthema, wat de WBS had, is wel een heel belangrijk thema voor de toekomst van de sociaaldemocratie. Want niet iedereen is lid van de Partij van de Arbeid. Heel veel mensen niet. Heel veel mensen zijn van geen enkele politieke partij meer lid, omdat ze het vertrouwen in de politiek zich kwijtgeraakt. Maar daarentegen zijn heel veel mensen wel bezig in de praktijk van het leven dat te doen waar de sociaaldemocratie ook is voor opgericht. Dat kunnen ze doen bij een woningbouwcoöperatie, ze kunnen het doen bij een voedselbank, ze kunnen het doen bij een voetbalvereniging. En welke verbintenis hebben wij met die mensen? En maken wij samen met die mensen de politieke agenda van de gemeenteraad? En gaan we dan, net zoals ik bij het Welland College zou willen, er echt doorheen om te zorgen dat we die agenda realiseren met elkaar? Of, een ander voorbeeld uit Van Waarden wat mij zeer aansprak, is inderdaad die ergotherapeuten was het, die geïnterviewd was in het Van Waardenboek. En die ergotherapeuten die moet ergens haar vak uitoefenen. Zij heeft beroepstrots. Beroepstrots. Maar bij de nieuwe gebouw en de vormgeving ervan had die directeur had zijn eigen spatjes ontwikkeld in zijn leven. En die dacht, dan ga ik eens even lekker met die architect doen. Dus die had een gebouw ontwikkeld waar die vrouw totaal niet kon werken. Met harde vloeren, wat klikkend was, wat voor de mensen die zij behandelden totaal niet geschikt was. Met lampen die ze niet zelfstandig aan en uit kon doen. Dat is geen zeggenschap. Dat is niet serieus nemen van beroepstrots. En dat vindt op alle terreinen op dit moment in het land plaats, waardoor mensen niet meer mee gaan doen. Dus de opgave van de Partij van de Arbeid, volgens mij richting de verkiezingen, is het creëren van verbondenheid met elkaar en nieuwe zekerheid. En dat op een moderne sociaal-democratische manier. En het mooiste daarna, dan komen er ook nog gemeenteraadsverkiezingen en dan komt er een hele nieuwe generatie van gemeenteraadsleden, die als zij mensen spreken van zo'n Welland College of ouders of iets wat hier voorkomt, denkt niet, nou, even voorzichtig eerst even oriënteren, maar die denkt onrecht, ik pak het aan. En ik hoop dat jullie zo worden. Nou, dankjewel Hans.